Als je kijkt naar deze kraan, dan zie je dat er volledig water uitkomt. Alleen het grappige is, dit water wordt vermengd met zeg maar zuurstof, water of met lucht. Waardoor het volume voelt als een gewone waterstraal, maar waarbij eigenlijk het verbruik met 30% wordt gereduceerd. Rob Peilman woont in het buurtschap Stegeren en runt twee gastenverblijven. Kijk, en dit is het andere gastenverblijf. Er liggen zonnepanelen op het dak. En ook binnen is alles duurzaam. Dit is ook altijd wel een grappig even om iets te zien. Kijk, heel vaak zetten mensen ventilatoren aan en vergeten hem uit te zetten. Hier zit een stand op waarbij je alleen maar, als je hem aanzet, gaat hij of na 10 minuten of na 15 minuten of na een uur uit. Op nog geen 400 meter van de woning van Peilman wordt binnenkort het nieuwe windpark Veenwieken gebouwd. Ook heel duurzaam. Toch is de duurzame inwoner van Stegeren hier alles behalve blij mee. Nou, de zorg is natuurlijk dat in ieder geval kijken naar het woongenot, dat we daar flink last van zullen hebben, met name op het geluid. En kijkend naar de gastenverblijven verwacht ik toch een enorme afname in het aantal boekingen. Het windpark op zich is het probleem niet. Het probleem is het ontbreken van een goede schadevergoeding. Ja. Want de forse waardevermindering van het huis van Peilman wordt niet vergoed. Net zo min als de inkomsten die hij straks misloopt van zijn gastenverblijf. Ik wist op zich natuurlijk dat dit gebied in een vergevorderd stadium was ten aanzien van windmolens. Dus ik ben ervan uitgegaan die komen er. Maar als ik nu kijk naar zeg maar de wettelijke normen die omwonenden moeten beschermen. En de scherpte waarmee het daar langs gaat. En het gemak waarmee de bestuurders die daarover beslissen eigenlijk niet bij stil willen staan. Ja, dat op zich maakt me heel onrustig. Deugt niet. Het klopt niet. Worden er tekeningen gemaakt waar inderdaad verkeerde afstanden in staan? Nou, dan voel je al dat er gemanipuleerd wordt om het mogelijk te maken. Zegt Karel Mangus, want het steekt niet alleen Peilman, maar alle inwoners van het gebied dat door de provincie een windmolenpark door de keel wordt gedrukt, alleen maar omdat anders eerdere milieuafspraken met het Rijk niet kunnen worden gehaald. Ik sta hier nu net met mijn telefoon waar een geluidsmeter in app in zit. En dan zie je dat met het achtergrondgeluid van die shovel die daar bezig is, je ongeveer op 40 dB komt. Waar het om gaat is, het is hier een stil gebied. 20 tot 30 dB normaal als achtergrondgeluid. En daar komt straks permanent iets van 40, 45 overheen. 2,5 decibel betekent ongeveer een verdubbeling van het geluid. De omwonenden van het toekomstige windmolenpark vragen zich af waarom ze niet echt mee mogen profiteren van de opbrengsten van het park, zodat in elk geval de geleden schade wordt vergoed. Het voelt als een zegelactie van de Jumbo. Zo voelt het. Degenen die dichtst bij wonen, ik geloof 220 adressen, die kunnen twee obligaties kopen. En op het moment dat je heel dichtbij woont, zoals wij, dan krijg je daar een 7% rendement op. Precies niks, €700 geloof ik. In totaal zou je aan effect kunnen terughalen, waarbij ook nog een klein beetje risico loopt met die obligaties. Er wordt nu gesproken over participatie, dat je dan gratis stroom zou krijgen. Ja, stroom van 6 cent, waar je vervolgens zelf ook nog weer je energiebelasting en alles over betaalt. Het stelt helemaal niks voor. Het is gewoon bijna sigaar uit eigen doos. Als je kijkt naar het effect hier, dan verwacht ik dat het effect tussen de 40.000 en €60.000 is. Dus stel, ik zou 50.000 of €100.000 willen participeren tegen die 7%. En ik doe dat voor €100.000 per jaar, 7%. Dan is dat 7.000 keer 5, is 35.000. Dan komen we een beetje in de buurt van het effect wat het heeft. Overijssel wil de komende jaren een gigantische duurzaamheidsslag maken. Waarbij naast windmolens er ook plannen zijn voor zonneparken, aardwarmte en biovergisters. En ook daar loopt de overheid weer tegen hetzelfde probleem aan. Omwonenden die het project niet in hun achtertuin willen hebben. En het gevoel krijgen dat er ook niet naar hun wordt geluisterd. Toch hoeft het allemaal niet zo ingewikkeld te zijn, zeggen de omwonenden van het toekomstige windpark Veenwieken. Ik heb zelf zonnepanelen gelegd en een warmtepomp aangeschaft. En dat betekent dat ik mijn totale energieverbruik, elektra en gas, ongeveer met 80% gereduceerd heb. Maar dat zou dus voor een heleboel woningen kunnen. En ik denk dat als je dus de meeste woningen in Hardenberg een heel eind energie neutraal zou maken, dat je met je hele duurzaamheidsdoelstelling ook een heel eind komt.
Henk Meulik is statenlid voor het CDA in Overijssel. Hij heeft zich de afgelopen maanden erg ingezet om de overlast van het windpark zoveel mogelijk te beperken. 2 ton ligt er nu op de plank. Wat vindt Meulik ervan dat omwonenden het resultaat nog steeds veel te mager vinden? Ja, een echt participatiemodel was geweest dat het echt door de bewoners was opgezet als een exploitatie. Nou, dat is niet gebeurd. Dat kun je niet meer veranderen, maar dat zou voor de toekomst misschien nog veel mooier zijn. Ik zeg altijd, elke vorm van duurzame energie levert een discussie op. En of je nou gas gaat winnen waardoor je afvalwater moet injecteren, dat willen we ook niet. Als je nou steenkolencentrales hebt, levert ook een discussie op. Zonnepanelen zijn misschien niet mooi. Nou, zo heb je overal een discussie over. Dus je zult overal wat water in de wijnbed moeten doen voor duurzame energie om het uiteindelijk te realiseren. We vragen Meulink ook te reageren op de suggestie om als overheid vooral in te zetten op energiebesparing. In plaats van het opzetten van ingewikkelde projecten zoals windparken. Nou, die slag wordt absoluut gemaakt in Overijssel. We zetten heel veel in op energiebesparing door middel van het energiefonds. Maar je kunt het niet met één ding doen. Je moet het met alle mogelijke middelen doen. Dat is windmolens, dat is zonnepanelen, dat is biovergisting. En ik hoop ook met de nieuwe omgevingsvisie die eraan komt, dat er mogelijkheden zijn om op plaatsen neer te zetten, de windmolens, bijvoorbeeld bij industrieterreinen, waar het makkelijker is, waar er minder overlast is, en zodat we dat proces ook sneller kunnen doen. Sneller en met minder overlast. Een mooi vooruitzicht voor toekomstige duurzaamheidsprojecten. Maar most het na de maaltijd voor omwonenden van de Veenwieken bij Hardenberg.